Ik ben verdwaald. Geen paniek, ik weet nu wel waar ik zit. Ik heb de verkeerde afslag genomen. De rivier die stroomt hier echt hard, echt hard. Daar gaan we. Ik ga naar het Muya-gebergte lopen. En dat is daar. Mooie reis, zeg. Schitterend mooi. Echt super gaaf. Ik ga nu kano inpakken. Kijk
of ik een lift kan krijgen naar Nuovo Uoyan, Taximo enzovoort. Het is hier echt wel prachtig hoor. Toen van die kleine eilandjes, die smalle eilandjes in het midden. Kijk nog eens wat een toplocatie. Mooi toch? Ik ben bij de Vitim aangekomen. Een paar kleine kreetjes. En ik denk te weten dat ik bij de Vitim ben omdat de stroom naar links gaat. En de Vitim die gaat daar naartoe, dus dat kan niet anders. En de Vitim is gewoon heel breed. Ja, ik ben begonnen daar bij die heuvel waar de zon ondergaat. Daar naar links van, ongeveer 15 kilometer hier vandaan. Het heeft vannacht best hard gewaaid. En ik heb daarmee een kleine zandwoestijn in mijn tent gekregen. Goed, nog een aantal kilometers naar de zogenaamde Parant-kloof. Dus zeg maar de ingang naar het ingang van het Vandaaggebergte. Dit is nog een behoorlijke stroomversnelling. De Param stroomversnelling. En een behoorlijk stuk omlopen ook. Maar het was echt doodeng. Het was echt een enge stroomversnelling met twee hele grote walsen. Het klapte echt over alles heen. En, ik kon het nog goed stabiel houden, maar ik ben nu bij de ingang van het meer van Oron, Ozero Oron. En dat is aan de rechterkant. Links ga je door naar Bodaibo. Hier is het nog 125 kilometer naar Bodaibo en daar wil ik ongeveer 2,5 dag over doen.